Wij zijn Helen Parkhurst, de oudste Dalton Basisschool van Den Haag. Vanaf twee locaties geven wij Dalton onderwijs aan ruim 400 leerlingen. Dalton is een onderwijsvorm met extra aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Naast lezen, schrijven en rekenen zijn er ook andere vaardigheden die essentieel zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Welke vaardigheden onze leerlingen na 8 jaar Helen Parkhurst heel goed beheersen, is te zien in deze video. Veel situaties in het dagelijks leven vragen om samenwerking. Door leerlingen gezamenlijk aan opdrachten te laten werken, leren zij hun gedachten onder woorden te brengen. Dalton-leerlingen hebben veel respect voor elkaars mening, maar kunnen ook goed hun eigen standpunt beargumenteren. Door samen te werken kunnen kinderen met en van elkaar leren. Helen Parkhurst leert kinderen zelfstandig te zijn. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met de leerstof en krijgen zij vanaf groep 3 al huiswerk. Weliswaar maar 3 minuten, maar toch een echte uitdaging. We gaan zo meteen een taakje kiezen op het huishoudelijk takenbord. Dus jullie moeten vast gaan nadenken wat je wil gaan doen. Om onze leerlingen te laten oefenen met verantwoordelijkheid, hebben wij het huishoudelijke taakbord. Hierop is te zien welk kind welke verantwoordelijkheid heeft in die week. In de midden- en bovenbouw breiden wij de verantwoordelijkheid nog verder uit. Die hek kan wel een beetje groter, want die ballen kunnen er ook overheen. Zo komt onze leerlingenraad elke maand samen om te vergaderen over belangrijke schoolzaken. Zoals schoolreisjes of leuke leesboeken. Het schoolreis, dat weet ik, krijgt er bijvoorbeeld een plekje. Jongens, pak je weektaak even. En ga plannen wat je nog moet doen. Kijk goed om je taak. Wat je af hebt, kleur je even af. Plannen moet je leren. Bij ons op school gebeurt dit met hulpmiddelen. Zoals bijvoorbeeld de Dalton taakmap. Hierin staan opdrachten die een kind binnen een bepaalde tijd af moet hebben. Ieder kind mag zelf kiezen wanneer hij dit doet. Als de taak maar afkomt. Vind jij nou zelf dat je gewerkt hebt? Ik vond dat ik snel heb gewerkt. Hoe vind jij dat het gegaan is? Wat ging goed? En wat kan beter? Dit zijn vragen die leerkracht en leerling dagelijks bespreken. Door reflectie op het eigen werk krijgt een kind inzicht in zijn eigen leerproces. Het is gewoon een hele leuke school. Ze werken taakgericht, dus iedereen werkt op zijn eigen niveau. Ze organiseren leuke activiteiten, zoals zomerfeest. Er wordt niet naar één groep gekeken, een hele klas of zo, maar echt per kind. En die kind krijgt ook die aandacht die hij nodig heeft. Ja. Je wil altijd gewoon het beste voor je kind. Het beste, ja. Meer dan niet. Bent u geïnteresseerd geraakt in goed Dalton-onderwijs? Kom dan naar school of bel voor een afspraak.